Kom maar. Stoere termen. Dit is een nieuwe video van Drie Gasten. Ik ben Niels. En ik ben Martijn. En ik heb laatst laten zien hoe je gaat met de trein reizen door middel van een bodybag. En dan ga ik nu gewoon kijken. Wow. Ik ben echt zo retard. Dat ben je ook. Oké, kom op daar. Maar goed, Martijn, ik ben het zogenoemde dikketje van de twee. Dat klopt. Ik pas niet in zo'n bodybag. Nee. En ik dan? Hoe moet ik met de gratis met de trein? Ja, daarom hebben we heel erg zitten nadenken, hoe kan Dikke Niels je nou ook gratis met de trein mee reizen? Want dat voelde ze wel een klein beetje achtergesteld. Ik heb wel over iets nagedacht. Ja? Dat is het volgende. Er is namelijk één bepaald soort mens die in de treinbusiness een ontzettend dankbaar beroep heeft, maar echt door iedereen wordt genegeerd. Over wie heb ik het dan? Over de schoonmaker. Over de schoonmaker, inderdaad. Ja, dus wij gaan kijken of de schoonmaker ook door de treinconducteur wordt genegeerd. Als je geloofwaardig als schoonmaker wilt doorgaan, dan moet je wel een hesje aantrekken. En laat die nou altijd standaard achter in de auto liggen. Of als je auto pech hebt. We zijn hier bij het schoonmakerhoekje van kantoor. Wat hebben we hier, dames en heren? De vuilniszak, check en de knijper. Als schoonmaker heb je natuurlijk ook van die latex handschoentjes nodig. En die hebben ze hier bij de Subway. Bam. Eentje voor jou. Het is heel belangrijk dat zodra je dit hesje aan hebt, dat je meteen in de rol van de schoonmaker bent. Maar we zijn niet heel matchend, hè? Tering, dat is een grote vuilniszak. Zo, we gaan hem niet opruimen, hoor. Ik moet echt denken aan 3 jaar geleden. In het zwarte gat vlak voor Gierige Gasten, toen ik dit werk deed. Toen ik jou uit de greppel heb geraakt. Ja. Ik jou een carrière heb gegeven. Ja, dat weet ik nog wel. Kun jij dit openmaken? Dat heet de verkeerde kant. Ah, oké. Okay. Of toch niet. Oké. Okay. Ik zeg ready to go, schoonmaker! Hoppakee. Ik kan net wel vragen of mijn fiets van iemand was. Volgens mij geloofde hij me wel. Hij zag me wel, keek me aan als mede-collega van. Check, check, 1, 2. Derde trein erin zitten. Derde trein. Wat is er aan de hand met Nederland? Ja, van de zotte. Ik heb mijn sudoku zo af. Dus dat. Win. Win. De kost, de kost, de kost. Dank je. Goede bol. Hoi. Oh. Yes. Hallo. Ik geloof het. Beter. Ja, zou ik je eens gaan met de trein reizen? In onze oude vertrouwde stad. Stinkende wel, maar treinreizen was nog nooit zo leuk geweest, dames en heren. En zo makkelijk. En moet je even kijken. We hebben echt ons best gedaan.
Je hele zak zit vol. Ja, maar weet je wat ik dan wel jammer vind? Dat de schoonmakers gewoon genegeerd worden door de conducteurs. Dat kan echt niet. Ja, je bent gewoon aan het werk. Gewoon professionals onder elkaar. Je hoeft geen schouderklopjes of complimentjes. Je bent gewoon aan het werk, Niels. Mooi gesproken. Gewoon de working ethic. Prachtig. Ethic. Amen. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan moet je volgende week gewoon weer kijken. Want er komt er weer een vette video. En je moet de boel liken, sharen, delen, abonneren. Ja. En koop gewoon eventjes ook een t-shirtje, petje op www.giergas.nl. Ja, inderdaad. Kunnen wij ook eindelijk de straat af.